Voor iedereen die nu kijkt, voordat we gaan beginnen wil ik eerst even uitleggen hoe dit in elkaar gaat zetten en hoeveel moeite ik hierom heb gedaan. Ik ga dit zo kort mogelijk houden omdat de video al lang genoeg is zoals jullie al zagen. Ten eerste wil ik het hebben over hoeveel moeite ik heb gedaan om deze video te maken. Het is eigenlijk al te merken aan hoe lang de video is. Deze video was oprecht gewoon pijnlijk om te maken omdat bijvoorbeeld ik heb een script gemaakt en alle stukjes tekst in de video zijn in stukjes opgedeeld. Ik hoef maar één stukje te verwijderen en ik kon gelijk overnieuw beginnen met dat stukje. En zover komen dat het ook nog eens synchroniseert met de video. Ja, inderdaad, deze video is lang. Maar weet je hoe lang ik hiermee bezig ben geweest? Een maand. 1 maand. Dus verwacht niet zoveel video's in de toekomst met deze lengte als ze bewerkt zijn. Ten tweede heb ik iets gedaan wat jullie waarschijnlijk nog niet wisten. Ja, ik heb een script geschreven voor deze video. Dat is handig voor mij, omdat ik me dan niet zoveel verspreek. Het eerste stukje wat zo komt, had ik nog geen script geschreven. Dus verwacht daar dat ik nog wel wat verspreek. Wat jullie ook kunnen verwachten, ook voor toekomstige video's, is dat ik mijn video's zeg maar een beetje saai begin. Maar later op de video gaat veranderen naar zeg maar leuk. Ja, wat emoties toevoegen, zeg maar leuk, enthousiasme, die dingen. Ja, eigenlijk die dingen, ja. Jongens, verwacht niet alle edits perfect, maar ik heb echt oprecht mijn best gedaan om deze video zo goed mogelijk te maken, dat er bijna geen fouten in kunnen zitten. Dit was alles wat ik te melden had, dus we gaan nu eindelijk beginnen met de video. Als je nu op mijn kanaal eens even naar het verleden gaat kijken. Wat is het verschil tussen dat en dit qua kwaliteit? Nou, laat het zeggen, mijn oude video's waren heel erg slecht. Bijvoorbeeld, ik maakte video's op mijn laptop en de kwaliteit was slecht. De framerate was laag. En ja, inderdaad, zo begon het steeds stukken beter te worden. En vandaag ga ik het hebben over wat er allemaal is verbeterd tijdens die carrière van mij. Dus jullie krijgen allemaal te horen wat ik heb meegemaakt tijdens deze YouTube carrière. Daar ga ik het onder andere bij vertellen wat er allemaal in die tussentijd is gebeurd. Dus kunnen jullie daar allemaal achter komen. En ik weet dat ik deze video al eerder heb gemaakt in 2017. Maar omdat die video bijna niet is bekeken, toen had ik gedacht van ja, ik ga hem overnieuw maken. Dus jullie kunnen wel zien of deze beter is dan die andere. Maar oké, nu zijn we daarover uitgesproken. Jongens, ik ga vertellen dat ik een Discord server heb. Vergeet die niet te joinen. Link staat in de descriptie. Dus kom dat je erbij bent zo snel mogelijk. Dus tot zover we zijn gekomen. Wij kunnen eigenlijk beginnen met dit. Oké, het begon allemaal in maart 2016, toen twee vrienden van mij ook een YouTube-kanaal hadden. Ze hadden mij allebei aangeraden dat ik ook een kanaal moest beginnen, omdat het leuk was om video's te maken volgens hun. Dat was voor mij eerst nog een twijfel, omdat ik nog niet zo goed wist hoe ik met YouTube om moest gaan. Maar uiteindelijk, ergens begin april, heb ik toch maar gedacht dat ik dit zou moeten doen. Omdat ik wist dat ik geld kon verdienen met video's. Dus een vriend van mij en ik hadden er nog een paar dagen over nagedacht waarmee ik moest beginnen met YouTube. Je gaat zo zien wat. Zodra we daarna klaar waren met het verzinnen van een idee, begon ik meteen zin te hebben in YouTube-video's maken. Dus de dag dat ik thuis kwam, vroeg ik eerst aan mijn moeder, mag ik een YouTube-kanaal beginnen? Maar er was wel eerst even een discussie, omdat mijn moeder had uitgelegd dat je iets op het internet zet, krijg je het er niet meer af. Ze zei dat ik het moest overleggen met mijn vader. Kort daarna kwam mijn vader thuis. Dus hetzelfde wat ik tegen mijn moeder vroeg, vroeg ik ook aan mijn vader. Mijn vader had een andere gedachte. Hij vond het goed, maar ik mocht mijn gezicht niet op YouTube zetten. Want daarmee kon van alles mee gebeuren. Ik ging daarmee akkoord. Dus op dat moment begon ik met het zoeken naar een goede camera. OBS. Op 7 april 2016 was het eindelijk zover. Mijn eerste YouTube video stond eindelijk online. Maar er waren een paar problemen met die video. Waaronder het eerste probleem het beeld was. Ik bedoel, wat de f*** was daarmee? Het hele beeld was zwart voor een video van 15 minuten. Het tweede probleem was dat je wat geluidjes in de achtergrond hoorde. In de zin van, wat was dat? Welke game zit je te spelen? Een Mario spel of zo? Ja, inderdaad jongens, ik ben verslaafd aan Mario, maar wat de f*** was dat? Ik heb weer een vriend van me gevraagd die ook een YouTube kanaal had. Hij gebruikte een camera die het wel deed.
Ik weet de naam niet meer van, maar het was een camera die je via Google kon gebruiken. Na een uitgebreide uitleg van ruim een kwartier is het mij eindelijk gelukt om die camera te downloaden en te gebruiken. Die volgende dag, 10 april 2016, had ik weer een poging gewaagd om een video te maken. En eindelijk deed het beeld het. Je kon niet weten hoe blij ik toen was. De video ging over een spel wat rond die tijd meer populair was dan nu. Everybody Edits. Toen ik de video had geüpload, bleek het beeld goed te zijn. Maar er waren nog steeds wat problemen, wat ik van veel andere mensen had gehoord dat ik moest oplossen. Ten eerste de framerate van de video. Ja, die video bleek maar op 2 fps te lopen als het niet minder was. Ten tweede moest ik het geluid ook fixen, omdat alle video's die met die camera is gemaakt geen geluid hadden. En ten derde hadden mensen mij gevraagd dat ik video's zou maken waarbij ik mijn microfoon moest gebruiken. Al die problemen waren er, maar rond die tijd wist ik niet beter dan video's maken met die camera, omdat ik al blij was dat er beeld was. Al gauw had ik 10 abonnees en had ik voor het eerst een special video gemaakt. En ik moet zeggen, zelfs voor mijn eerste special video, dat dit een van de slechtste special video's is wat ik ooit heb gemaakt. Op Everybody Edits liet ik mensen trollen in mijn 25x25 wereld. Maar ja, rond deze tijd kon ik niks beters verzinnen. Dus wat anders? Niks? Misschien helemaal niks? Nee, eigenlijk gewoon helemaal niks. Rond deze tijd bedacht ik wel wat nieuwe ideeën, zoals Super Mario 63 en de compleet niet populaire Hoe maak je een race series op Everybody Edits, wat nu herkend als door spelers gemaakte races. Rond deze tijd had ik mensen toegestaan om in mijn wereld races te gaan maken en als ze allemaal klaar waren, heb ik ze allemaal uitgetest. Goeie oude tijden. Jongens, laten we eerlijk zijn, dit waren goede oude tijden, want ik denk nu gelijk weer aan dat ik dit voor het eerst deed. Ergens halverwege juni had ik eindelijk 25 abonnees gehaald. Na 2 weken lang dat ik weg was, had ik een special video gemaakt over een soort van gevolg van hoe maak je race op Everybody Edits. Ja jongens, ik was 2 weken weg. Ik had buikgriep. Maar ja, deze keer maakte ik met mijn vrienden op het spel een gigantische race over een hele grote wereld. Ik moet toegeven dat dit een stuk beter was dan mijn 10 abonnees special, maar dit duurde wel heel lang. 2 uur om precies te zijn. Ergens begin juni kwam ik eindelijk op het idee om een nieuwe camera te gaan downloaden. Dat duurde eventjes. Maar ja, het gebeurde. Het was 10 keer zo goed als wat het was. Rond halverwege juli had ik eindelijk mijn tweede camera op mijn laptop staan. Dit keer was het S-Recorder. Voor het eerst had ik een video gemaakt met die camera over Happy Wheels. Ik heb geprobeerd een level te maken en het ging alweer best wel goed. En het was ook goed verlopen. Toen ik de video had geüpload, zag ik dat de framerate sterk was verbeterd. Maar ik zag, of nou ja, hoorde nog één probleem. De video had nog steeds geen geluid. Maar ik had mijn microfoon niet aangesloten, waarbij ik dacht dat dat een probleem was met het geluid. Dus ik heb dat aangezet en voor de zekerheid nog een keer mijn video getest. Maar omdat ik nog niet wist dat ik rond die tijd geen voice en face reveal mocht doen, had ik de video eerst bekeken en in privé gezet. Het geluid deed het nu, maar je hoorde het geluid van mijn achtergrond, wat voor mij nog niet nodig was. En wat ik dacht dat wat nog niet mocht. Dus ik heb die video meteen verwijderd. Ik dacht in mezelf zelf dat ik zo snel mogelijk een nieuwe camera moest downloaden. Ondertussen was het al eind juli 2016, dus ik ben weer wezen zoeken naar iets nieuws. Wat was een goede camera? Is gratis en makkelijk te gebruiken. Kan ik weer terug gaan naar OBS? Nee, dat gaat het niet worden, want ik heb daar nog steeds geen verstand van. Tweede optie, een capture card kopen. Want, nee, dat gaat hem sowieso niet worden, want die dingen zijn veel te duur. Hoe kom ik aan dat geld, al dat geld? Nee, het is gewoon te duur. Ik heb nog 1 optie. Een PowerSoft Free Screen Recorder. Aha, laat me eens even kijken. Deze camera is makkelijk te gebruiken en het is ook nog eens gratis. Ze zeggen dat de framerate goed is en ik kan in HD opnemen. Laat me eens kijken. Ik heb dus een video gemaakt van 1.5 uur lang. En doordat dit een betere camera is, kan je voordat de video is geüpload zien hoe de video eruit ziet. En dit is wat ik verwachtte. Het geluid deed het. De framerate was hoger dan 20 fps. En eigenlijk iets wat ik verwachtte wat goed was. Het enige probleem waar ik echt wel last van had, was het geluid dat soms heel erg voor kan lopen.
De video kan dan soms niet kloppen en kan soms stilstaan aan het einde van de video. Daar was ik niet zo blij mee, maar ik was tevreden hoe alles eruit zag. Ik maakte rond deze tijd steeds meer gebruik van muziek in de achtergrond en zorgde ervoor dat de video's beter konden worden. Totdat ergens eind augustus iets heel onverwachts kwam op mijn kanaal. Ergens eind augustus 2016 begon ik ineens een video te maken van Mario Kart Wii. Ik had dat gedaan omdat ik op deze tijd dacht, ik maak zo'n video en ik heb gelijk 1 miljoen weergave op deze video. Maar nee, dat was niet zo. Wat wel zo was, dat dit een mega verandering was toen mensen dit ineens zagen. Ja oké, het beeld was wazig, je kon bijna niks zien en het geluid klonk raar alsof er een claim was ingediend op de video. Het probleem was dat ik dit had opgenomen met een hele slechte camera. En omdat al helemaal het beeld niet in HD was. Ik had dit opgenomen met YouCam. In die tijd dacht ik dat YouCam een hele goede camera was om je beeld van je tv op te nemen. Maar dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Maar ik had wel erg veel plezier om dat soort video's te maken. En dat brengt ook heel veel goede oude tijden op. Net zoals hoe maak je race series. Maar alsof dat niet genoeg was. 2 dagen na de onverwachte video van Mario Kart Wii begon ik ineens mijn video zo. Hoi YouTube fans en vrienden. Ja, een bekende stem. Ik deed op die dag een voice reveal die niemand aan zag komen. In augustus 2016 was ik 14 jaar oud. Wel bijna 15, maar alsnog 14 jaar oud. Maar veel, heel veel mensen hadden mij hier ouder ingeschat. Er is zelfs een reactie geplaatst van iemand die mij ouder had ingeschat. Een reactie van een vriend. Die hoorde mijn stem eerst nog niet, maar toen wel ineens. En toen dacht hij, Joek is 24. Legit 24. Jullie horen mij. Ja, dat was legit. Dat vond ik best lach om eerlijk te zijn. Maar net als de andere video's waren met deze video ook grote problemen te vinden. Ten eerste was alweer beeld. Dit moest een televisiebeeld van Mario Kart Wii voorstellen, maar wat je zag was een grote witte vlek van de televisie. Ten tweede had ik ook grote problemen met mijn stem in een paar verschillende manieren. Omdat 1. Ik geen microfoon had, dus het moest ook slecht klinken. 2. Omdat mijn stem te droog was, waarbij ik dacht dat sommige mensen dachten dat ik geen zin had om de video te maken, maar alsnog geniaal vonden. En 3. Omdat ik mijn beeld had opgenomen met dezelfde camera als waar ik het zo net over had. Later die tijd heb ik een poging gewaagd om een video te maken voor mijn 3DS. Door Mario Kart 7 te doen. Het probleem was dat ik de zo net opgenoemde problemen had met nog een probleem extra. Wat ik ook in de video zeg. Sorry, ik heb echt een hele stomme manier om een Nintendo te gaan filmen. Ja, sorry. Ik zit nu achter mijn laptop. En daarmee zit ik mijn Nintendo te filmen om niet mezelf te laten zien. Dat mag ook niet. Ja, ik heb alle moeite gedaan om achter mijn laptop te zitten en daarvan proberen voor mijn 3DS een video te maken. Dit is in mijn mening de slechtste manier om van je 3DS een video te maken, alle tijden. Na de video dacht ik gelijk, dit gaat het niet meer worden. Ik ga weer verder met Mario Kart Wii. Ik ging weer meer video's maken om steeds beter beeld te krijgen. Maar het is niet veel opgeschoten, zowel alle video's hadden hetzelfde probleem. Toen was het eind oktober en kwam er de dag dat ik 40 abonnees haalde. Die dag maakte ik 2 special video's die allebei over Everybody Edits gingen. In de ochtend maakte ik een video over mijn pixel art in een van mijn werelden die ik nu uiteindelijk heel erg slecht vind. Onder andere omdat ik metal music had toegevoegd, om een of andere reden. Ik ben geen fan van metal music. Ik had eigenlijk een remix toe moeten voegen. Later op die avond heb ik gepland om weer een grote race te maken in mijn wereld op Everybody Edits. Dit keer ging het een stuk soepeler dankzij geen lag en goede muziek. Toen een paar weken later ergens in november 2016 YouCam ineens een probleem bleek te hebben door niet meer op te starten, was ik van plan om ermee naar de ICT te gaan. Maar het probleem was dat ik geen laptop meer had en geen video's meer kon maken. Alhoewel, had ik nog wel een reserve laptop. Waar ik alleen geen YouCam op had. Dus mijn enige mogelijkheid was om Everybody Edits video's te maken. Toen ik na 3 dagen mijn laptop terugkreeg, zag ik dat YouCam was verwijderd. De ICT zei dat er al een camera op mijn laptop zat en had me aangeraden die te gebruiken.
Toen even later ik weer een video wou maken over het spel Ratatouille op de Wii, bleek het beeld veel beter te zijn dan eerst, maar had niet een mogelijkheid om in te zoomen. Dus wat ik moest doen, was een stoel pakken, daarop mijn laptop zetten en het beeld precies zo zetten dat deze camera het televisiebeeld opneemt. Maar alles was veel beter dan wat ik eerst had. Mijn microfoon klonk hetzelfde, maar het beeld had geen witte vlek meer, waar ik heel erg blij mee was. Ook kon ik in HD opnemen, wat het beeld nog net iets beter maakte. Toen halverwege november ik eindelijk 50 abonnees had gehaald, had ik in gedachten een reactie te maken over een video waar ik reageer als ik 50 abonnees haal. Maar dat verliep slechter dan ik dacht. Veel slechter. Ik werd gek van het wachten om 50 abonnees te halen. Dus wat ik deed is dit. Ja, inderdaad. Wat ik had gedaan is iemand lopen vragen, wil je op mij abonneren? En op het moment dat ik klaar was met dat, was ik weer verder gegaan met de video. Mijn god was dit verprutst. Werkelijk alles in deze video was fake. Om eerlijk te zijn vond ik deze video slechter dan mijn 10 sub special video. Die avond had ik een video gemaakt van bonk.io. Wat echt een stuk beter ging. Je kon me goed horen, de potjes waren spannend en de kwaliteit van de video was ook nog eens goed. Nou oké, het was waarschijnlijk niet in HD, maar je kon alles wel goed zien. Daar was ik wel blij mee, want voor hetzelfde geld had ik dit ook verprutst. Ondertussen was het dan december 2016. Dat was ook de maand dat ik een video had gepland om een intro te laten zien voor Super Mario Maker voor de 3DS. Omdat ik dacht dat ik de eerste was die het spel had. Ik heb het spel gepre-orderd, dus het zou goed kunnen dat ik dit spel als eerste had. Dus ik heb weer de camera gebruikt om het beeld op te nemen. En dit ging stukken beter dan de Mario Kart 7 video, waar ik het net over had. Oké, ja, het beeld was wazig en het was nog steeds klein. Maar ik was blij met hoe het eruit zag. Een paar dagen later heb ik een video van de credits gemaakt van Super Mario Maker, met dezelfde camera. Het enige wat je bijna niet kon zien wie de ontwerpers waren en de mensen die de game hebben gemaakt. Ook zag je ergens halverwege de video ineens mijn hand uit het niks verschijnen. Omdat ik dacht dat het beeld niet goed zat. Dat verprutste bijna de hele video. Halverwege december was ik er klaar mee. En was van plan die video's te gaan maken met mijn telefoon. Ook had dat redelijke kwaliteit, maar zocht ik ook voor iets anders. Iets wat mijn telefoon vast kon houden, waardoor ik dat zelf niet hoef. Ik ben wezen kijken op het internet, YouTube en zowat alles wat nuttig was om hierover informatie te vinden. Na dagen informatie zoeken was het mij duidelijk geworden wat ik ga doen. Ik koop een tripod. Ik heb dus een tripod gekocht op het internet, alleen ik moest heel lang wachten. Dat kon wel maand duren. Dus in de tussentijd heb ik net video's gemaakt van Super Mario Maker en nog een paar van Everybody Edits. Tijdens kerst begon ik te werken aan mijn laatste project van het jaar 2016. De YouTuber draait door. Oké, weet je wat, laat maar. Maak echt geen indruk. Oké, ik moet eerlijk zijn. De naam die ik hiervoor had verzonnen kon me op zich nog wel. Maar het had niks met mijn kanaal te maken. In die tijd had ik nog wat video's van mijn Super Mario 64 Let's Play op mijn kanaal staan. En net de laatste dag voordat ik mijn project voor de YouTuber draait door wil uploaden, had ik die Let's Plays verwijderd. Dus dat hele project moet overnieuw gemaakt worden. Dat komt nog net. En zo was het 2017. Dit jaar was voor mij het jaar dat ik alles wou veranderen. Het was januari en ik dacht, dit is het jaar en de maand dat mijn tripod binnenkomt. Ik moet iets nieuws verzinnen. Maar wat? Ik kwam op het idee om een let's play van nieuw Super Mario Bros. Wii te maken. Dit was in de tijd dat mijn Wii nog beneden zat. Dus in de tijd dat mijn ouders weg waren, moest ik zoveel mogelijk delen maken. Zo kon ik het makkelijker afkrijgen. Soms upload ik 3 keer per dag, soms maar 1 keer. Toen ik klaar was met deze let's play, wat een tijdje duurde, voordat ik klaar was, had ik zin om een let's play te maken van Mario & Luigi Dream Team Bros.
Deze let's play duurde heel erg lang, omdat dit de langste RPG van Mario & Luigi is. Maar ergens halverwege deze let's play had ik 60 abonnees gehaald. Dus ik wou weer een special video maken. Dit duurde heel lang om iets te verzinnen. Maar toen had een vriend van mij op een spel ineens een goed idee. Ik ga Mario Kart Wii CPU's een hele ronde laten rijden, terwijl ik moet wachten totdat ze weer over de finish komen. Zodra de speler op de laatste plaats de tweede ronde haalde, moest ik met items zoals Bullet Bills, sterren, Mega Mushrooms enzovoort toch nog eerst proberen te worden. Dat was voor mij een van de beste ideeën die ik rond die tijd heb gehoord. En de hele video ging alsof het perfect ging. Maar ik was nog steeds niet eens klaar met mijn let's play van Mario & Luigi Dream Team. En begon ineens op een gegeven moment te vervelen. En maakte steeds minder van dit soort delen. Omdat het langzamerhand saai werd. Ook omdat het leuk was om dit met een capture card op te nemen. Die ik nog niet had. Ik kan het me nauwelijks herinneren. Maar ik dacht dat ik met deel 45 had ik alles geëdit met YouTube editor die 60 fps had ondersteund. Als je een intro gebruikte. Maar op het moment dat YouTube Editor werd verwijderd van YouTube, begon ik meteen moeite te hebben om een nieuw deel te maken. Toen ik klaar was, toen bleef het stil. Het is nu bijna 2019 en ik heb nog steeds geen nieuwe let's play gemaakt. Jongens, ik zeg het jullie. Binnen nu en 2 weken ben ik er weer. Deze let's plays gingen door tot november 2017. Maar we zijn pas in januari 2017. Niet alleen de maand en het jaar van de let's plays, maar ook iets compleet nieuws. Iets wat jullie niet verwachten van me. Wat ik in mijn vorige stukje ook al zei, is dat ik mijn hele kanaal wil veranderen in 2017. Iets wat jullie nog niet hebben gezien op mijn kanaal. Daar hoorden livestreams ook bij. Halverwege januari 2017 begon ik ineens te streamen. Ik wou zien hoeveel kijkers ik kon trekken om naar mijn stream te gaan kijken. Soms waren het er heel veel, soms waren het er wat minder. Tegen die tijd begon ik meer te streamen tot al ergens in mij ik zin had om elke dag te gaan streamen. Steeds meer mensen werden geïnteresseerd hierin. En gingen dus steeds meer kijken op mijn kanaal of ik aan het livestreamen was. Al gauw nadat ik mijn livestreams ben begonnen, zat ik al op 75 abonnees. En maakte ik een special video over een uur lang Super Smash Bros. Voor de 3DS. Ik had dit gestreamd. Het idee was goed, maar er waren niet zoveel kijkers. Tenminste niet wat ik verwachtte. Maar toen ik meer ging livestreamen, begonnen mijn abonnees ineens te stijgen als een raket. Soms meer dan 3 abonnees per dag. Dit was voor mij een van de beste tactieken in 2017 om meer abonnees te krijgen. Na een maand of 2 had ik 100 abonnees en maakte ik een special video over een 5 uur stream. Waarvan ik dacht dat de meeste van jullie daar zin in hadden, maar toch niet superveel werd bekeken. En na een week of 4 zat ik inmiddels al op 150 abonnees. Met een special video over Perspective Mode in Mario Party 9. Ook weer een stream die niet vaak werd bekeken, maar rond die tijd wel 100 views had. Maar rond juli en augustus 2017 was ik 2 weken op vakantie geweest. En dan met mijn abonnees even als een raket. De dag dat ik aankwam, op mijn bestemming, had ik 194 abonnees. Maar de dag dat ik thuis kwam, had ik 186. En kort daarna 185. Ik had dus 9 abonnees verloren met 2 weken tijd. Dat is heel veel. Maar dat begon weer te stijgen toen ik weer begon met livestreamen. En al gauw zat ik op 200 abonnees. En maakte ik een special video over een 200 minuten stream over Mario Kart 7. Deze stream had voor een 200 minuten stream een redelijk aantal weergaven. Het ging richting 175 als ik precies ben. En zo groeide mijn kanaal harder en harder. Al wel totdat ik er een dag niet was. Ik had geen zin meer in livestreamen rond eind 2017. Dus het aantal weergaven daalde als een speer. Dat was dus eind 2017. Maar ook hier zijn we pas in januari. Maar niet alleen januari was een maand met compleet nieuwe dingen op mijn kanaal. Kijk maar eens naar begin februari. In 2017... popelde ik om contact te zoeken met mijn favoriete YouTubers. Het was erg moeilijk om zoiets te kunnen doen, omdat bekende YouTubers bijna geen tijd hebben om te kunnen reageren op hun fans op YouTube. Maar ergens begin februari kwam ik op het idee om deze mensen contact te zoeken op andere websites. Neem een voorbeeld aan de website DeviantArt.
Ik wou graag contact hebben met mensen die populaire Mario-series uploaden. Zoals een daarvan, A Silence Goji 91 Pictures. Ik denk dat de meeste van jullie nog nooit van een YouTube-kanaal hebben gehoord. Maar voor degene die dat wel doen, ik ben een enorm fan van zijn serie Super Mario Bros. Heroes of the Stars. Ik had in zijn credits gevonden dat hij op DeviantArt meer actief is dan op YouTube. Dus met behulp van dat heb ik een account aangemaakt op DeviantArt, heb opgezocht, proberen een reactie te plaatsen of ik funny scenes van zijn serie mocht maken. In de tussentijd dacht ik van, nee, dit gaat hem niet worden. Ik krijg zo'n reactie van, waar de f**k heb je het over? Of misschien wel geen reactie. Maar na 500.000 keer refreshje, als het niet meer was, bleek ik ineens een nieuw bericht te hebben. Ik was dus even gaan kijken wat voor bericht het was. Het was een feedback. Dus ik dacht in mijzelf, dit is het moment van de waarheid. Dit is het enige hoop om meer populair te worden op YouTube. Zou hij het goed vinden? Ik open de feedback en ik kon mijn ogen bijna niet geloven. Het was een Silence Goji met deze reactie. Het was toch echt Asylus Goji zelf. Dus ik dacht in mezelf, hij vindt het goed. Dit is voor het eerst dat een populaire YouTuber en ook nog eens een van mijn favoriete YouTuber een feedback op mijn reactie zet. Ik was echt super verbaasd. Maar ook echt super blij dat hij er terug gereageerd. Dus het enige wat ik nu nog moest doen is vragen welke editor hij gebruikte om het in elkaar te maken. Ik kan je de naam van de editor niet vertellen, maar je ziet het wel op de afbeelding die je nu ziet. Na al het downloaden van deze editor bleek er een proefversie op deze editor te zitten. En betalen was iets waar ik 1. Geen zin in had en 2. Niet mocht. Nog steeds niet nu. Dus wat ik had geprobeerd was om de video te downloaden en daarvoor een stukje video te maken. Dat ging goed voor het eerste stukje, totdat ik probeerde een tweede video stukje toe te voegen. Dat ging niet en begon ik moeite te krijgen om de video te maken. Ik heb van alles geprobeerd, maar het lukte gewoon niet. Toen ik toch maar weer eens op YouTube Editor de video probeerde te editen. Ik heb YouTube Editor dus geprobeerd en dat bleek een stuk beter te gaan. Omdat YouTube Editor meer stukjes aan elkaar kon plakken, wat stukken makkelijker ging. Alleen het nadeel was dat het niet professioneel eruit zag. En video's met een Content ID claim konden niet worden geëdit. Dat maakte het dus een stuk lastiger en iets minder professioneel. Maar uiteindelijk is het mij gelukt om de video te uploaden en begon ik te wachten op views. Direct na de upload ging ik met mijn ouders uit eten, dus ik kon een paar uur niet zien hoeveel weergave ik had op die video. Maar ik had gewoon zin om naar huis te gaan en zien hoeveel weergave de video had. Toen we thuis waren, keek ik direct op mijn laptop om te zien of mijn video populair was. Nou, dat was niet het geval. Deze video was nog maar geen één keer bekeken. Of tenminste, de video ging heel langzaam stijgen. Toen ik de rest van de video's ging uploaden, zag ik dat het nog steeds niet zo'n succes was. Al wel voor de ene laatste video, die ineens harder begon te stijgen. Ik dacht in mezelf, dit gaat het worden. Ik ga populair worden. Het is zover. Toen het met een maand al 500 weergaven zat, begon het wat zachter te gaan. Dat vond ik op zich wel jammer, omdat dit een video was die best wel goed was en best hard ging met weergaven. Maar tijdens de vakantie begon deze video weer te stijgen. Op een gegeven moment zo hard dat ik al op 800 weergaven zat. Kort daarna 900. En na lange tijd was dit de allereerste video met 1000 weergaven. Je kon niet weten hoe blij ik was. Gewoon een video op kanaal met 1000 weergaven. Dat heb ik nog nooit gezien. Even later ging ik met de andere funny scenes ook wat harder. En begonnen meer video's 1000 weergaven te krijgen. Dat was een groot succes. Want deze video's bleven hard gaan. Dit begon allemaal in februari 2017. Toen was er nog 5 maanden even niks op mijn kanaal. Ik bleef Mario Kart Wii en Mario Kart 7 spelen. Mijn hoop was al sinds februari dat ik iets nieuws zou doen met Mario Kart Wii. Iets wat ik nog nooit heb gedaan. Custom tracks downloaden. Rond april, mei 2017 begon ik op te zoeken hoe ik dit moest downloaden. En begon ik geheugen op mijn SD vrij te maken. Dit duurde langer en langer omdat ik zo diep aan het twijfelen was
of bij wie custom tracks voor aankomt. Na 2 maanden hierover nadenken heb ik toch besloten om dit te doen. Dus ik heb custom tracks gedownload via internet, geheugen vrijgemaakt op mijn SD-kaart. Dat ging goed, maar ik had nog één iets nodig. Een nieuwe Mario Kart Wii-disc. Eind juli 2017 was het eindelijk zover. Ik heb custom tracks kunnen downloaden en kunnen spelen. Ik herinner me nog de eerste dag dat ik gewoon iets zit te spelen waar ik al sinds het jaar dat ik Mario Kart Wii kreeg al naar verlangde. En het gewoon speel. Dat voelde in die tijd echt heel erg raar. Omdat ik al die jaren daarvoor dacht dat het niet bestond om het te kopen. Maar het eigenlijk gewoon een romhack was dat gratis is. En voor altijd gratis blijft. Ik had erg veel plezier met dit en wordt nu herkend als mijn favoriete romhack ooit. Vooral omdat deze romhack nooit hetzelfde is. Het wordt nu om de 2 maanden geüpdate naar een nieuwere versie. Met bugfixes, nieuwe tools, banen die niet meer worden gesteund gaan eruit en er komen in plaats daarvan nieuwe banen erin. Zelfs worden banen geüpdate naar een nieuwere versie zodat dit nooit saai wordt. En de track wordt er beter van, mooier en gaat er leuker uitzien. Dat was voor mij echt iets wat ik nodig had in die tijd. Een romhack die zou moeten veranderen soms. Maar het probleem was, ik had geen internet. Dus elke keer als er een update was, moest ik een manier vinden om dit op te lossen. Zonder dat mijn ouders het zien. Anders kan dit niet goed. Dus wat ik deed, is een keer dat mijn ouders er niet waren en na 1 uur of 2 weer terugkwamen, alle nieuwe updates bestanden op mijn SD-kaart goed zetten en dan mijn CTGP updaten. En hey, dat ging dan best wel goed en mijn Wii kon het ook gewoon aan. Daar was ik wel even verbaasd van, maar ook opgelucht dat het lukte, want alsnog wist ik dat je hier verbinding van moest hebben met het internet. Dus was ik gaan onderzoeken of mijn Wii internet wel aankwam. Wat werd gezegd, wat niet kon. Dit duurde ook maanden en was ergens in 2018 pas bekendgemaakt. Een ander iets was dat ik rond eind augustus en begin september eens de achtergrondsmuziek van de maan wou veranderen. Dit wordt herkend als custom muziek. Dit was een flink gedoe, maar mijn vriend Roy, die ook wordt herkend als Royster op YouTube, wist erachter te komen en heeft me geholpen om het nummer te fixen. Daarna heeft hij me uitgelegd wat ik moest doen om zoiets te maken en heeft me daardoor een tutorial gegeven. Door het echt te kunnen begrijpen heeft hij me gezegd dat ik het alleen moest doen na de tutorial. Hij heeft dit gedaan om echt te kunnen weten of ik dit echt zelf kon doen. En dat lukte. Dus uiteindelijk zonder hem was het mijn geluk om zoiets te kunnen maken. Maar we zijn pas in augustus 2017 waar nog iets bijzonders gebeurde. Over dit stukje zou ik eigenlijk niet zo heel veel informatie mogen doorgeven. Maar dus ik zal het zo kort mogelijk houden hier. Oké, dus toen halverwege augustus ineens bekend werd gemaakt dat mijn ouders uit elkaar gingen, dacht ik eerst van nee, dit gaat niet goed meer. Al dat verhuizen en gedoe wat erbij zit, elke keer ergens anders naartoe, nee, ik had daar geen zin in. Mijn ouders hadden geen ruzie gelukkig, dus konden gewoon rustig door gaan overleggen wat er allemaal ging gebeuren. Rond die tijd had ik eigenlijk nog geen zin in de toekomst, totdat mijn ouders gesprek hadden over mij, hoe het verder ging. Het interesseerde me niet zo. Totdat ik ineens iets hoorde over de Wii. Ik wist dat ze het eigenlijk niet tegen mij hadden, maar tegen elkaar. Maar toch voelde ik dat ze het willen herhalen. Ze zeiden, Joek, zou jij een tweede Wii willen hebben bij je moeder? Ik stond ze recht aan te kijken en zei, meen je dit nou? Gun je me dit echt? Toen zeiden ze ja. En toen wist ik dat ze het meenden. Ik dacht in mezelf, yes, eindelijk is mijn toekomst nu beter. Nu kan ik op mijn andere Wii ook CTGP spelen. En kan ik eindelijk custom tracks online spelen. Een paar dagen later hebben we dus weer een nieuwe Wii besteld via het internet. Zodat dat al geregeld was. Die kwam al gauw binnen. Dus dat was al één iets waar ik blij van werd. Toen mijn vader weer een paar dagen later weer bij ons kwam, werd het alleen nog maar beter. Toen wij alleen beneden waren, wou hij iets vertellen alsof het een geheim was. Ik was erg benieuwd en wat hij te zeggen had. Dus ik zette mijn Wii op pauze. Hij zei, zou je het leuk vinden om je televisie op je kamer te hebben? Dan heb ik geen last meer van je en dan kan jij je eigen ding doen. Op dat moment begon ik zin te hebben in de toekomst, omdat ik het gevoel had dat ik ineens veel meer mocht. Ik dacht eerst, je lult uit je nek. Maar mijn ouders lullen nooit uit de nek, dus ik geloofde hem. Dus ik ging met hem akkoord en had het daarna tegen de rest van mijn ouders gezegd. Die waren eerst ook heel erg verbaasd, wel heel erg blij voor me. Maar ja, dat duurde wel eventjes voordat alles voor elkaar werd gemaakt. Maar het werd gedaan.
Tegen de tijd van augustus 2017 wou ik ook andere dingen dan mee hacken. Zoals neem bijvoorbeeld aan mijn 3DS. Dit was heel zwaar en duurde heel lang voor ik alles had. Ik moest een magneet hebben, heel precies zijn wat ik moest doen en de concentratie erbij hebben. Ergens halverwege, eind oktober was het eindelijk zover. Ik heb mijn 3DS gehackt. Mijn vriend Roy heeft mij een volle tutorial gegeven hoe ik een 3DS moet hacken. En ik ben nog steeds dankbaar op deze dag. Zonder hem was het mij niet gelukt. Zo heb ik onder andere ook NTR-viewer op kunnen krijgen. En alle spellen die erop zaten kosten geen geld meer. Alles was gratis geworden. Dus dat scheelde een hoop geld. Op een gegeven moment kwam ik ook zover om een ROM-hack erop te zetten. CTGP 7. Dit is ongeveer hetzelfde als CTGP Revolution met een paar verschillende dingen. Deze ROM-hack heeft 30 custom tracks in totaal, terwijl CTGP Revolution er 216 heeft. Hierop is alles geëdit, zelfs de custom muziek, terwijl je dat in CTGP Revolution zelf kon doen. Dit is handig in CTGP 7, maar sommige nummers die erop staan ben ik niet echt fan van. Op CTGP Revolution kun je je eigen muziek aanpassen, wat veel langer duurt, maar daarbij is wel compleet je eigen keuze welk nummer je wilt toevoegen. Dat vond ik een stuk beter dan CTGP 7, want ik hou van custom muziek maken. Ook kon ik mijn home menu aanpassen met betere achtergrondsmuziek van Nintendo games. Was ik eindelijk klaar met de rustige muziek van dat 3DS home menu. Maar dit veranderde snel in december 2017. Ja, inderdaad. Mijn SD-kaart ging corrupted. Omdat ik iets had gedaan wat mijn SD-kaart niet aankon. Dit was echt geen leuk moment voor me. Alle saves op mijn 3DS waren weg. En het werd erger en erger. Zo erg dat er op een gegeven moment NTR-viewer en FreeShop het ook niet meer deden. Zelfs een paar spellen werden gefreesd soms. Ik kon zelfs niet meer opslaan op spellen. Want raad wat er gebeurt? De game kreeg een error. En werd meteen gefreesd. Dus ik besloot eind december een nieuwe SD-kaart te kopen voor mijn 3DS. Het opnieuw instellen duurde heel lang, maar het is me weer gelukt om alle hacks opnieuw in te stellen. Dankzij mijn vriend TheHacker 2018. Ook hem ben ik dankbaar, want zonder hem was het voor mij de tweede keer niet gelukt om mijn 3DS opnieuw te kraken. Maar er gebeurde nog iets in december 2017, wat nu mijn kanaal heel erg heeft verbeterd. Hier had ik het in februari 2017 ook over, toen ik toestemming vroeg om funny scenes te maken van de populaire Mario serie. Maar rond december 2017 besloot ik een stapje verder te gaan. Ik heb weer contact opgenomen met AsylumScorchy91 om te vragen of ik nu ook fight scenes mocht maken van zijn series. En weer heeft hij geaccepteerd. Kort daarna was ik alweer druk bezig in Windows Movie Maker om fight scenes in elkaar te maken. Dat ging heel goed. En ik dacht ook een stapje verder te gaan om AsylumScorchy91 meer te promoten. Maar dat was een klein probleem, want iedereen zag dat ik mijn Movie Maker had geëdit en moest zelf dus heel lang wachten op de video. Maar ik ben erg tevreden hoe dit is afgelopen. Goede kwaliteit, er was geen frame erop te vinden en het geluid was perfect. Net als de funny scenes begon deze video ook langzaam te gaan met weergave. Maar op het moment dat ik de full movie uploadde met de fight scenes van episode 1 tot en met 10, begonnen de video's wat harder te gaan, maar nog steeds niet hard genoeg om populair te worden. Nadat ik de laatste video had geüpload, begon mijn full movie wat harder te gaan. Op een dag 10 weergaven, toen 20, toen 50, toen 100 en ineens ging de weergave alsof er een raket de lucht in werd geschoten. Eén dag lukt het om bijna 1000 weergaven op die video erbij te krijgen. Hoe was dat mogelijk? Waar ik het al over had met die funny scenes toen ik al blij was dat de video met een maand of 10.000 views had. Deze video haalde dat met één dag. Dat was op die dag de snelst gaande video die ik ooit had gezien op mijn kanaal. Zelfs sneller dan mijn livestreams. De weergave per dag daalde naar 200 à 300. Per dag was het nog steeds heel veel. Maar dat daalde heel snel naar 150. Toen naar 100. 75. 50. En toen was het weer terug ergens bij 25. Maar deze video heeft mijn allermeest bekeken video met meer dan 30.000 weergaven ingehaald. Onvoorstelbaar. En zo was het alweer 2018. En ik moet eerlijk zijn. Dit was voor mij een van de beste jaren die ik ooit in mijn leven heb gehad.
In dit jaar heb ik zoveel nieuwe dingen gekregen. En in mijn mening is 2018 voor mijn kanaal het meest succesvolste jaar ooit. Nieuwe meest bekeken video's, superveel abonnees erbij en nog veel meer. Maar hier ga ik het later over hebben. Ik begon 2018 met mijn 250 subs special. Omdat ik in de eerste paar dagen in het jaar mijn 250ste abonnee had gekregen. Ik had een special video klaarstaan van een video dat ik custom tracks liet zien die niet op CTGP Revolution stonden. Dit was een leuke compilatie, maar er waren wat problemen die nauwelijks te merken zijn. Rond begin 2018 maakte ik video's met mijn telefooncamera. Om dat één reden. De kwaliteit van de video was in full HD. Maar elke keer als ik dit opnam, gaf mijn telefoon een tijdslimiet aan. Hoe lang ik kon opnemen. En dat is maximaal een half uur. En die video was gepland om 3 kwartier te worden. Dus ik had moeite om nieuwe videostukjes te maken. Maar het is uiteindelijk gelukt en de video ziet er nog steeds goed uit nu. Een paar dagen na wat ik ook al in mijn vorige videostukje zei, is dat ik mijn nieuwe meest bekeken heb geüpload over de filmmovie van de fight scenes van SMB Heroes of the Stars. Deze video begon slecht, maar was in maart zo succesvol dat het per dag bijna 1000 views erbij kreeg. Tenminste voor eventjes, maar alsnog. Dit was alsnog de eerste video die 5000, 10.000, 20.000 en zelfs 30.000 weergaven heeft gehaald. En ja, ergens halverwege januari, wat ik ook in mijn video heb gezegd, is dat ik een televisie op mijn kamer heb gekregen. Die was rond deze tijd ingesteld, op beide adressen, dus ik had er ook eentje bij mijn moeder. Ook heb ik mijn nieuwe Wii ingesteld bij mijn moeder. Dat duurde eventjes omdat ik eerst niet goed wist wat ik moest doen. Maar daar was ik ook al snel achter. Hiermee begon ik 2018 en gebeurde er eventjes niks meer. Totdat ergens april ik 300 abonnees haalde. Precies op tijd om mijn music pack te gaan uploaden van CTGP. Zo heb ik mijn milestone gehaald en kunnen mijn abonnees gaan kijken van de muziek die ik over alle baan heb gecustomized. Nou ja, alsnog waren er nog 2 problemen, wat ten eerste slecht was en ten tweede een beetje overdreven. Ik had het met mijn telefoon opgenomen en mijn tv zo hard mogelijk gezet, zodat de kijkers het goed kunnen horen. Zo hard dat mijn ouders het kunnen horen. Dit wordt een van de beste video's van april 2018. Of nee, toch niet! Nou, het probleem was, ik heb dit met mijn telefoon opgenomen. Dus 1, het beeld ziet er niet mooi uit. En 2, het geluid klonk compres. Het andere probleem was dat ik veel te overdreven was met de editing van de video. Ik wou zo min mogelijk mensen laten zien dat ik dit had geëdit met Movie Maker. Maar dat was niet het geval. De tekst van het nummer vloog naar voren alsof ik echt een beetje tussenin had om de video te maken. Maar dit gaf in mijn mening heel weinig indruk. Maar we zijn nog steeds in januari 2018. En het was al een goed begin. Alhoewel dit stukje een beetje kort was, het waren weinig dingen, maar in mijn mening was dit genoeg om 2018 op te starten. Maar ergens halverwege 2018 kreeg ik iets waar ik werkelijk al sinds het begin van mijn kanaal aan vroeg. Iets wat mijn video's 10 keer zo goed maakte als wat het was. Jongens, ik zweer het jullie. Ik werd verbaasd toen mijn ouders het ineens goed vonden dat ik een capture card mocht kopen. Dit was het moment om populair te worden. Ja, iets wat ik vroeger niet mocht, mocht nu wel ineens. Ik kon er een gat in de lucht springen toen ik hoorde dat ik een capture card mocht. Eindelijk geen wazig beeld meer. Geen frame drops meer. En de kwaliteit was 10 keer zo goed. Ik kan nu opnemen in 1080p en 60 frames per second. Dit duurde en duurde, totdat mijn capture card met mijn Wii to HDMI aankwam. Dit was een van de beste momenten in mijn leven. Ik kon eindelijk opnemen met mijn nieuwe capture card. Tenminste, dat dacht ik. Mijn vriend Enzo, wat ik kent als Enzo in Games YouTube, had rond die tijd ook net een capture card en wist wat ik ermee moest doen. Hij had gezegd dat ik 2 HDMI-kabels erbij moest kopen om het te laten werken. Dus heb ik dat gedaan. Het duurde weer een weekje voordat ze binnenkwamen. Maar toen kwam het in elkaar maken van de capture card nog. En laat me zeggen, dat dit zwaarder was dan ik dacht. Ik was dagen, weken bezig geweest om dit goed in elkaar te zetten. En het lukte maar niet. Toen was ik er klaar mee en besloot ik een stream te maken. Zodat mijn vrienden konden helpen om het in elkaar te maken. Niks werkte. En ik heb van alles geprobeerd. Dingen downloaden, dingen ingesteld. Niks. Totdat Enzo met een reactie kwam dat ik wat kabels moest omwisselen.
Ik heb dit dus gedaan en dat werkte. Dus alle moeite die ik in deze paar weken heb gedaan lag aan wat kabelwisselingen. Hoe ben ik hier eerder niet op achtergekomen? Maar goed, ik begon direct met het maken van video's met deze Capture Card. Het was de moeite waard om 80 euro uit te geven, want hij deed het perfect. Zo perfect dat er geen frame drop te vinden was in de video. Maar na een anderhalve maand werden de video's alleen nog maar beter, doordat er een hele goede editor is gekraakt. Dankzij een goede vriend van me. Ergens begin juni had ik een handige tool gevonden op mijn Wii. Hierdoor kon mijn Wii op 60 fps lopen, maar mijn Wii liep voor die tijd nog op 25 fps, wat behoorlijk laag was. Maar ik kwam erachter dat mensen met een Capture Card hun Wii op 60 fps kunnen laten lopen. Dat liep veel beter dan 25 fps. Ergens halverwege juni kwam een vriend van me. Ik denk dat de meesten van jullie hem wel kennen. Ik heb het over MK Mir. Hij maakte net zulke video's. En toen hij zijn Capture Card had, deed hij hetzelfde als ik. Hij stelde zijn Wii zo in dat hij op 60 fps liep. Maar hij ging nog een stapje verder dan ik. Want hij heeft iets gevonden dat Premiere Pro gekraakt kan worden. Op een behoorlijk simpele manier. Een video opzoeken en de tutorial volgen. Kan dit nog simpeler? Een paar dagen later heeft hij een van zijn video's laten zien van Mario Kart Wii. Zijn video liep op 60 fps. Dus ik wou dat ook en had hem daarom gevraagd hoe hij dat moest doen. Hij zei dat hij Premiere Pro heeft gekraakt en daardoor dus video's op hogere kwaliteit en framerate kon uploaden. Ik heb hierom dus gevraagd om hulp. Maar hij wist iets anders. Hij stuurde mij dezelfde tutorial die hij heeft gekeken en heeft me soms eens dingen uit moeten leggen. Nadat ik alles had gevolgd, was het eindelijk tijd. Ik heb Premiere Pro gekraakt, dus geen maandelijkse rekening hiermee. Nog één ding, een video editen. Een tijdje later heeft MKBier uit zichzelf, zonder tutorial, aan mij uit kunnen leggen wat ik allemaal moest doen. Om de video een betere kwaliteit en een hogere framerate te kunnen geven. Dat ging ook stukken makkelijker voor mij, omdat hij kon zien wat ik doe. Na een half uur uitleg was het eindelijk gelukt om de editing klaar te hebben. En ging het om het renderen. Ik dacht eerst in mezelf, dit gaat niet lukken. De video is gewoon nog in 480p en 30 fps. Maar toen ik hem origineel had geüpload, bleek het niet het geval. De video was hoe ik het wou hebben. 720p en 60 fps. Dus na langer dan 1 jaar tijd, kan ik eindelijk weer video's uploaden in HD en zelfs Full HD en 60 fps. Helemaal gratis. Ook MK Mir ben ik erg dankbaar, want zonder hem had ik deze video's niet op zo'n hoge kwaliteit en hoge framerate meer kunnen uploaden. Nou ja, 1080p op zijn hoogst, maar geen 60 fps. Maar dat is nu wel gelukt. Lol. Tot zover de kanaalgeschiedenis komen we nu tot een einde. Er komen waarschijnlijk nog veel meer dingen in de toekomst. Maar dan gaan we allemaal nog eventjes zien hoe dat verder gaat. Jongens, ik moet een mega shout-out geven aan de YouTubers Royster, de Hacker 2018, Enzo MK en MK Mir. Dus neem even een kijkje op hun kanaal en als je hun wil abonneren. Ook zou je mij kunnen abonneren voor meer game content. Ik ben wisselend actief. De ene keer niet zo en de andere keer wel weer. Ook kunnen jullie mij volgen op Patreon. Ook van die site staat een link in de descriptie. En natuurlijk zorg dat je bij mijn Discord server nogmaals ook gaat joinen. Maar dit is allemaal jullie keuze. Voel je vrij om dit hierboven te doen. Oké, dat was alles wat ik wou zeggen voor nu. Dus ik ben er eigenlijk wel klaar mee voor nu. Heb nog een fijne dag en ik spreek jullie allemaal later weer.